Het is duidelijk, dit is een Belg. En morgen? Ja, hey, hallo. En leuk dat je kijkt. Mijn naam is Milan, de knol van de internet. Ik heb ongeveer een maand geleden een video gemaakt. En dat heet Reageren op Milan Knol video's. En wat ik daar ging doen was gewoon mijn naam zoeken op YouTube. En dan de afgelopen maand of week in resultaten aan jullie laten zien. Het is zo fucking warm buiten. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog een keer een aflevering doen. En ik heb een YouTube video. En in de YouTube video's heb ik gezien dat mensen hun huisdier wel eens laten zien. Nou, dit is mijn huisdier. Kijk, nou dat is mijn huisdier dus. Leuk. Fantastisch. Voor deze, binnenkort ga ik... Nou, dat was echt het leukste, meest awkward intro ever. We gaan zoeken. Ik doe mijn headset op, want ik hoor geluid als ik zoek. Milan Knol 655. Deze maand, denk ik, 30 video's geüpload. Misschien iets minder. En dan heb ik 655 mensen die denken, nee, Milan, je hebt veel meer. Waarom gebruiken jullie mijn naam? Doe eens normaal. Doe eens even niet. Nou, weet je, doe ik maar wel, want dan kan ik weer zo'n video maken. Abonneren en like. Nou, dit gaan we even bekijken. Wat ben je aan het doen? Gozer, wat ben je aan het doen? Even serieus. Jij bent gewoon mijn video aan het filmen terwijl je hem op je tablet afspeelt. Hoezo? Waarom? Blinde Mol, Lego versie Milan Knol, Teun van der Krieken. Kijk eens aan, wat is dit joh? Oké. Okay. What the fuck is hij aan het doen? Drie keer slaan om mijn billen. Fiets laat ik staan, ga naar binnen. Kaars vet doet pijn op je vinger. Ah! Dan roep ik auw. Stop met de vriezen, dan ben ik het. Ik ben de springkaan. Cricket. Ik ben bruin. Wauw, deze kerel heeft gewoon een sikke versie gemaakt. Van, oh mijn god, hij heeft hier ook eentje van, ik wil fietsen, zie ik nu staan. Wat? Oh! Daar gaat het. Oh, weer. Milan Knol kan niet zingen, heeft een beetje. Oh mijn god, deze kerel heeft gewoon alles in Lego nagemaakt. Hé, man, respect. Teun, dat vind ik echt dope. Volgende. Mijn mieren, jammer genoeg heb ik er nog niet zoveel als Milan Knol. Wat? Ja, ik weet toch niet of dit copyright-free muziek is? Sorry, man. What the fuck? Deze heet Jouw Hulp en die heeft zelfs mijn Instagram-foto als plaatje. Ja, what the fuck? Diegene heeft gewoon dit plaatje gejat. Hallo, dit is mijn foto. Heb jij als profielfoto nu gewoon staan? Kan mijn kanaalnaam nog steeds niet veranderen. Hoef je ook niet te doen hoor. Jouw Hulp vind ik echt een hele goede naam. Ja, dit zijn de mieren van Jouw Hulp. Goed gefilmd, lekker stabiel. Mooi. Kunnen we door. Hebben we nog een transformeren in Milan Knol. MSP. Floortje. Wat? Oh, ja hoor. Ik zweer, je drukt op play. Oh mijn god. En Bandicam. En alles wat niet moet in een video staat in deze video. Een copyright Bandicam. Een klapblok waarmee je gaat typen zodat... Een screen capture waarin je alles nog ziet. De website, de pagina, dingen. Alles wat fout is zit in deze video. Fantastisch, Floortje. Goed gedaan. Chatten met Milan Knol, hij antwoordde. En chatten met Milan Knol part 2. Oh, tuurlijk. Weer copyright muziek. Hij praat met mij of zo? Dit is nep, hij gaat echt niet antwoorden hoor. Dit moet je niet geloven. Nee, ik snap er helemaal niks van. Oh my god, Milan zei hoi. Oh, dit is... Oh mijn god. Dit is zeker via Facebook, of niet? Of niet? Want 3000 personen vinden dit leuk. Ik heb op Facebook heb ik 30.000, geloof ik. Dit is allemaal fake. Dit is allemaal nep. Oh mijn god, als je dit kijkt en je ziet dit soort shit. Als er geen vinkje bij staat, is het nep. Trap er niet in. Dat zijn fucking neppe gasten. Als er geen vinkje staat, is het nep, oké? Okay? Trap er niet in. Als je er wel in trapt, ben je gewoon fucking dom. Of te jong om op internet te zitten. En is het je eigen schuld of die van je ouders. Dus fuck you. Fuck, ja, het moet misschien even duidelijker zijn in wie nou de fuck you. Maar fuck you als je te dom bent dat je daar intrapt. En fuck you als je diegene bent die dat doet. Nou, top. We hebben
Alsjeblieft. Leuk video, hè? Positiviteit, jongens. Gaan we voor. Leuk. Nou, we hebben nog een video. Milan Knol ontmoeten. Hoi, Milan Knol. Dankjewel dat ik in de video kom. Duimpje omhoog. Die kerel. Dat is wel echt slim, hoor. Die kerel dacht gewoon van... Ja, maar luister, hij gaat nog een deel 2 maken. Dus ik ga gewoon gewoon Milan Knol in de titel zetten. Dan komt hij me wel tegen. Ja. En jou, hoor. Je zit erin. Nou, alsjeblieft, man. Waarom ben jij zo lelijk? Waarom ben jij zo lelijk? Oh, dit is een mooi stukje. Waarom ben jij zo lelijk? Ja, waarom ben jij zo lelijk? We hebben nog eentje. Milan Knol, Ramon Klinge. Kijk, oh shit. Ja, shit. Oh nee, het zit heel gewoon op. Wat? Dit is gewoon mijn... Er staat een stoel op de achtergrond. Waarom de fuck staat er een stoel hier op de achtergrond? Oh, dit is gewoon mijn video. Waarom? Inderdaad, waarom? Zegt Milan Terpstra. Waarom upload jij mijn video voor 1,5 minuut? Doe dat gewoon even niet. Blijf gewoon met je poot van mijn video af. Doe het gewoon even normaal of zo. Doe het gewoon even normaal. We hebben het al zo moeilijk met de AdSense. En dan doe je ook nog dit. Oh, we hebben nog een video. Luna, mee. Mijn haar in de war. Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ga eerst mijn haar. Wacht. Mama, we hebben het opgelost. Wat? Wat zei... Oké, was dat... Ten eerste, was dat een vrouw? Volgens mij wel. En wat de fuck zei die vrouw? Mama, we hebben het opgelost. Wat? Mama, nou, we hebben het opgelost. Mama, nou, de andere mama. Ik versta er helemaal geen drol van, joh. Hoe kan dat nou wezen? Wat gebeurt hier? Je bent lelijk, Mogol. Heb je tegen mij? Of nee, je praat in de spiegel. Oh! Je bent gedist. Het is duidelijk, dit is een Belg. En morgen? Ja, ik... Dus oké, als ik het goed begrijp, hij verveelt zich dood. Hij is een video aan het opnemen en zijn moeder met iemand anders zit nog in de kamer verder te kutten. Maar hij wil gewoon een video opnemen en dat is waarom hij zo zacht praat natuurlijk. 3, 2. Oh, komt weer een truc? 0. Oh, fantastisch. Je was nog niet eens bij de 1 begonnen en er was al een 0. Hoe doe je dat toch? Oké, ik ga het ook proberen. 3, 2 en 0. Wow! Snap je nou waarom ik een pet op heb? Snap je nou? Oké, top. Oh, wacht, ik ga het met een truc. 1, 3. 1, 2. Hé! 0! Je verveelt je, hè? Je verveelt je echt dood. Je verveelt je echt. Je verveelt echt gewoon alles. Nee, wat heb je binnen? Heb je het dan weer niet zonder? What the fuck is mis met die vrouw? Ik versta haar niet eens. En ze praat met een volle mond volgens mij. Want het is echt... Nee, wat heb je binnen? Heb je het dan weer niet zonder? Ik heb een blauwe plik op mijn schouder. Ah, mooi. Hero. En dan kom jij maar naar hier. Zie, voor mij is dat een volle mond, hoor. Ja joh, ga gewoon andere dingen doen terwijl je een video aan het maken bent. Doe ik ook altijd. Ja. Maar ik vond het meest entertainende van deze hele video vond ik wel de moeder op de achtergrond. Dus dikke shout-out aan de moeder. Ik vond het fucking dope. Je bent uitgenodigd, kom gezellig langs bij mij. En hier zo lekker bij mij op de achtergrond met volle mond praten. Want dat lijkt me fantastisch. Met Milan Knol. Yo mensen, best even kijken naar de gloednieuwe video. Mijn naam is iets lekker schreeuw. Allemaal weer witte. Wat gebeurt hier nou weer? Allemaal weer witte. Dan kwam iemand binnen en ineens zegt hij allemaal weer witte. Yo mensen, best even kijken naar... Wat zeg ik? Waarom ga ik in deze godsnaam deze video reviewen? Als er fucking deze kwaliteit met een aardappel gefilmd is. Hoe krijg je dit nou weer voor elkaar? Ga even goed in frame zitten en dit is een kickbeten. En mijn oren zijn nu kapot door deze kutvideo. Gozer of wijf, what the fuck lul je? Kickbeten?
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping